Peet, dat was een zwaar bevochten overwinning. Ja, dat klopt inderdaad. Maar einde van de wedstrijd dan win je. Dus daar gaat het om. Hoe moeilijk was dat vanavond? Nou ja, ik denk voor rust zijn we niet echt in de problemen gekomen. En na rust kwam inderdaad iets meer druk op. Maar ik denk dat we uiteindelijk niet supergrote mogelijkheden hebben weggegeven. Alleen we vergeten denk ik om het iets makkelijker te maken door zelf te scoren nog. En dan loop je weg en dan geven zij het ook op. Maar goed, een wedstrijdje gewoon lekker verdedigen is ook niet erg. Dus ja, dat hebben we vandaag goed gedaan. Ja. Maar goed, wat jullie aan de bal lieten zien, met name in de tweede helft, dat moet nog een stuk beter lijkt me. Ja, dat klopt inderdaad. Dat zag er vandaag soms wat slordig uit inderdaad. Maar ja, ik weet dan ook niet waar het aan ligt. Maar dat moet inderdaad weer beter. En ja, zoals ik zei, dan maak je het jezelf gewoon weer makkelijker. En dan, ja, dan speel je die wedstrijd gewoon lekker uit. De voorgaande wedstrijd kwamen jullie steeds achter thuis met 1-0. Nu kom je een keer voor, vroeg in de wedstrijd nog. Dan denk je van, nou, dat is een ideaal scenario. Maar ja, dat kreeg niet echt een vervolg vandaag. Nee, dat klopt. Dat hadden we ook afgesproken van direct vol erop. En dan scooien en dan gaan de fans erachter staan. Dus dat zou een extra boost moeten geven. Maar nee, daarna zwakt het inderdaad ietsje af. Maar ja, ik denk dat we niet moeten vergeten. Ook gewoon vandaag gewonnen. En zulke wedstrijden zitten er ook bij. Dan moet je gewoon goed verdedigen en die winst over de streep trekken. Nou, maar goed, jullie zullen toch ook nog stilstaan bij het spel. Wat sluipt er dan in de ploeg na zo'n vroege voorsprong? Nou ja, gewoon doorgaan eigenlijk. Maar het ging ietsje moeizamer. En nou ja, dan gaan we morgen of overmorgen weer even de beelden erbij halen. En dan gaan we weer even samen zitten en dan dat weer meenemen naar dinsdag. Ja. Had je tijdens de wedstrijd het gevoel van dit gaan we wel over de streep trekken? Nou ja, ik vond ons wel gewoon sterk verdedigend. Maar ja, zij kwamen wel elke keer met een offensief. Dus je moet altijd scherp blijven. Dus ja, eigenlijk is het dan wel fijn als je dan zelf nog even scoort. Maar we hebben het volgehouden. Ja. Hij was nog dichtbij. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was wel zonde inderdaad. Het is nu alweer even geleden dat ik gescoord heb. Dus ik wilde graag weer. Maar het mocht niet zo zijn. 10 minuten voor tijd waren jullie nog eventjes virtueel periodekampioen. Dat is uiteindelijk niet gelukt omdat Sparta gewoon gewonnen heeft. Is dat dan een grote teleurstelling? Nou ja, ik kreeg inderdaad mee onder de wedstrijd. Er werd flink gejuicht. Dus ik dacht van, nou ja, we gaan vanavond een prijsje hier uitdelen. Maar nee, dat is dus niet zo. Dus dan gaan we ook gewoon weer verder. Het was leuk geweest. Maar dan focussen we ons gewoon weer op de volgende wedstrijd en gewoon weer door. Ja. Waarom vinden jullie het eigenlijk niet zo belangrijk, zo'n periodetitel? Nou ja, het gaat toch allemaal om het einde van de rit. Dus ja, daar focussen we ons op. Thank you.